U start binnenkort met CyberKnife-bestraling op de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut. De CyberKnife is een bestralingstoestel met een robotarm. Door die robotarm kan het toestel meebewegen met kleine bewegingen van een patiënt of van de tumor. We leggen in deze voorlichtingsfilm uit hoe de voorbereiding op deze behandeling eruit ziet en hoe de bestraling zelf werkt. Hierdoor bent u straks beter voorbereid en kunt u met meer vertrouwen aan de behandeling beginnen. U krijgt altijd eerst een afspraak bij de radiotherapeut op de polykliniek voordat de bestralingsbehandeling begint. Goedemorgen, meneer de Vries. Goedemorgen. De radiotherapeut informeert u over de behandeling en u kunt vragen stellen. U moet erop rekenen dat in de loop van de behandeling er toch wel moeheidsklachten gaan ontstaan. Maar meer specifiek voor het gebied waarop we... Na dit gesprek maken we vervolgafspraken voor de voorbereiding op de bestralingsbehandeling. Bij sommige behandelingen is het nodig om één of meer markers te plaatsen in of rond de tumor. Als dat nodig is, bespreekt de radiotherapeut dat met u. Goedemorgen, kan ik u helpen? Voor de vervolgafspraken meldt u zich bij de radiotherapie-receptie. Tijdens uw eerste bezoek maken we daar een pasfoto van u en krijgt u een ticket. De pasfoto gebruiken we om u te identificeren. We vragen ook regelmatig naar uw geboortedatum. Met het ticket moet u zich tijdens de bestralingsperiode dagelijks aanmelden. In de meeste gevallen maken we eerst een vacuümmatras. Tijdens de bestraling ligt u in dat matras. Meer informatie hierover vindt u in het filmpje over het vacuümmatras. Na het maken van dit matras krijgt u een CT-scan. Tijdens de CT-scan ligt u in dezelfde houding als later tijdens de bestralingsbehandeling. Meestal krijgt u via een infuus contrastvloeistof toegediend om verschillende weefsels beter zichtbaar te maken. De procedure op de CT-scan duurt tussen de 20 en 30 minuten. De laboranten tekenen met behulp van laserlicht met een viltstift lijnen op uw huid en op het matras. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat u tijdens de bestraling altijd in dezelfde houding ligt. U krijgt een band om uw middel waarmee we uw ademhaling volgen. Hiermee kunnen we de beweging van de tumor tijdens de ademhaling goed in kaart brengen. Tijdens het maken van de CT-scan verlaten de laboranten de ruimte. Zij kunnen nu goed in de gaten houden via een raam en een beeldscherm. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen tijdens de scan. Omdat de viltstiftlijnen op de huid verdwijnen, worden na de CT-scan soms op een aantal punten kleine, blijvende tatoeagepunten geplaatst. Het aanbrengen voelt als een speldenprikje. Als u geen andere afspraken heeft in het ziekenhuis, kunt u na het maken van de CT-scan naar huis. De bestralingsbehandeling start ongeveer 10 werkdagen na deze CT-scan. Nadat de CT-scan is gemaakt, geeft de radiotherapeut op de CT-plaatjes aan welk gebied bestraald moet worden. Ook gezonde organen die vlakbij het te bestralen gebied liggen, worden hierop aangegeven. Tijdens het intekenen maken we gebruik van alle eerder uitgevoerde onderzoeken. Het aantal bestralingsbundels en de richting van de bundels worden met behulp van de computer zo gekozen dat we de tumor zo goed mogelijk bestralen en de gezonde organen in de buurt zoveel mogelijk sparen. Het bestralingsplan bestaat vaak uit 80 tot 100 bestralingsbundels. Zodra het bestralingsplan klaar is, wordt het voorgelegd aan uw radiotherapeut. Soms besluit de radiotherapeut om het bestralingsplan te veranderen. De radiotherapeut neemt dan contact met u op. Wanneer uw radiotherapeut akkoord is met het plan, wordt het besproken met de andere radiotherapeuten en nagerekend door de klinisch fysicus. De duur van de bestraling is afhankelijk van de soort tumor, de plaats van de tumor en het doel van de bestraling. Dit varieert van 30 tot 45 minuten. In totaal kan uw behandeling 2 weken in beslag nemen.
Voor elke bestraling meldt u zich met uw ticket bij de aanmeldzuil tegenover de radiotherapie-receptie. U gaat dan naar het wachtgebied dat wordt aangegeven. Daar haalt een van de laboranten u op. Als u de eerste keer komt, legt de laborant u uit hoe de bestraling in zijn werk gaat. U hoort dan ook welke kledingstukken u in de kleedruimte uit moet trekken voordat de bestraling begint. Als u daarna de kleedruimte verlaat, gaat u samen met een laborant naar de bestralingsruimte. Laat me even zitten. Mag ik even voor de zekerheid uw geboortedatum horen? Tijdens de bestraling ligt u in het vacuümmatras dat eerder voor u op maat is gemaakt. Met behulp van de viltstiftlijnen en eventuele tatoeagepuntjes op uw huid kunnen de laboranten u in dezelfde houding leggen als tijdens de CT-scan. U krijgt 3 lampjes op uw buik of borst geplakt. Deze lampjes registreren uw ademhaling, zodat het bestralingstoestel kan meebewegen met de tumor, om zo nauwkeurig mogelijk te bestralen. We houden u goed in de gaten met 4 camera's in de ruimte hangen, dat kunnen u zien. Als het is, steekt u gewoon de hand op. Als u in de goede positie ligt en alle apparatuur is ingesteld, verlaten de laboranten de ruimte. Tijdens de bestraling zal het bestralingstoestel om u heen bewegen. Voor de start van de bestraling maken we foto's om de robot de exacte plek op te laten zoeken die bestraald moet worden. De tafel beweegt naar de juiste positie. Tijdens de bestraling zullen meerdere foto's gemaakt worden. Hierdoor weet de robot van het bestralingstoestel precies hoe u ligt en kan hij zijn bestralingspositie aanpassen als u iets bewogen heeft. In de bestralingsruimte hangen 4 camera's. De laboranten kunnen u zo goed zien vanuit de bedieningsruimte. Het bestralen zelf doet geen pijn. U voelt of ziet er niets van. Als de bestraling klaar is, komen de laboranten de bestralingsruimte weer in en kunt u zich weer aankleden in de kleedruimte. Als u nog vragen heeft, kunt u deze altijd aan de laboranten stellen. Bijwerkingen van de behandeling kunnen voor iedereen anders zijn. Wanneer u klachten heeft, kunt u ze het beste met de laboranten bespreken voorafgaand aan de behandeling. Zij kunnen dan de arts raadplegen. Na de laatste bestraling wordt er meestal nog een controleafspraak gemaakt bij uw radiotherapeut. Daarna gaat u terug naar de arts die u heeft doorverwezen. De behandeling kan soms iets anders verlopen dan u in deze voorlichtingsfilm heeft gezien. U vindt meer informatie op de website van de afdeling radiotherapie van het Erasmus MC Kankerinstituut. Misschien heeft u nog vragen. Voor medische vragen kunt u terecht bij uw radiotherapeut en voor praktische vragen over de behandeling kunt u terecht bij een van de laboranten.